Op 26 november vond in Alkmaar Maria Tesselschades huwelijksfeest opnieuw plaats. 400 jaar na haar huwelijk met Allard Kromboog was er een feestelijke dag rond kunstenares Maria Tesselschade met activiteiten in onder andere Stedelijk Museum Alkmaar. Maria Tesselschades huwelijk is een idee van Mike Ventros, artistiek leider van La Sfera Armoniosa. En deze festivaldag gaf de groep met Geert Mak een concert in het Stedelijk Museum. De zangeressen Ganna Melkin en Monica Monteiro waren uitgenodigd, die net als de twee vriendinnen vier eeuwen geleden samen muziek van verschillende componisten uitvoerden. Goedemiddag, Maria Tesselschades, huwelijksdag, 400 jaar geleden. Dit is het eerste evenement wat we doen. Twee Alkmaarse diva's. En Maria Tesselschade, er zijn heel veel mensen die kennen haar eigenlijk nog niet. Mensen die haar wel kennen weten dat ze kon dichten. Niet veel mensen wisten dat ze ook heel mooi kon zingen. Maria Tesselschade was een van de meest getalenteerde vrouwen van de 17e eeuw. Een vrouw die bovendien zo aantrekkelijk was dat zelfs de meest verstofte historici er nog altijd niet over uitgeschreven zijn. Het zoete Tesselschaadje, zoals Vondel haar noemde, werd in 1595 geboren als dochter van de rijke Amsterdamse graanhandelaar, reder en kunstliefhebber Roemer Visser. Drie maanden eerder had hij op de reede van Texel bij een storm een heel stel schepen verloren, vandaar haar naam. Ze groeide op in Amsterdam aan de Gelderse Kade in een huis dat uitzag op het woelige ei. Het staat er nog vlakbij de Schrijerstoren, nummer 14. Let goed op als je het nog eens wilt bekijken, want het raket is per ongeluk op het buurhuis beland. Maar dat... het was een zoete inval van dichters en kunstenaars. Joost van de Vondel, Constantijn Huygens, Pieter Cornelis Hooft, Casper Valleers en nog een heel stel anderen waren de kind aan huis.